Wij zijn een kloosterkerk. Hè? Dus dat wil zeggen, hier is een groep kloosterlingen die bedient dan ook een kerk daarbij. Die kerk is als het ware een aanhangsel bij die kloostergemeenschap. En als er dus één mannetje overblijft, dan zeg je, ja, dit is geen kloostergemeenschap meer. Het klooster was gebouwd voor 10 broeders, 6 priesters en 4 andere broeders. Die 4 andere broeders die deden al de huishoudelijke dingen. Portier, koster, koken, kleermaker, hè, ziekenbroeder. Eigenlijk een hele hoop dingen die nu door Jan en Annie genaamd worden, deden zij eigenlijk allemaal. Hè. En die 6 priesters die hadden hun taak voor de kerkelijke diensten en het bezoeken van de mensen. En ja, voor mij heeft het gebouw natuurlijk een grote gevoelswaarde. Alleen al omdat je er zo lang gewoond hebt, natuurlijk 34 jaar. En omdat er eigenlijk zoveel mooie herinneringen aan vastzitten van allerlei dingen die van daaruit ondernomen zijn. Hè? Dat gaat je aan het hart, dat je denkt, ja, wat wij hebben opgebouwd. Nou ja, het gaat natuurlijk niet helemaal verloren, wat goed geweest is, dat heeft toch wel zijn vruchten. Maar ik bedoel, ja, het wordt niet doorgezet. Zonder het al te dramatisch te maken, maar ja, toch, ja, je zegt, alles houdt hier op. Hè? Er komen geen jongeren om ons op te volgen. De mensen die je van dienst was, die zullen dus iets anders moeten gaan zoeken. Hè? Geen gemakkelijk gevoel natuurlijk. Ik was eigenlijk zo blij jaren geleden dat je kon zeggen, daar midden in de Jordaan, je hoeft het niet te gaan zoeken ergens in een abdij op het platteland, wat ook heel mooi is natuurlijk. Maar ook binnen in de stad kun je iets vinden. En dat is helaas natuurlijk jammer. Omdat ik natuurlijk al zo verschrikkelijk oud ben, zei ze, ja, kun je op een man van bijna 90, 89 jaar toch nog toekomst bouwen. Dat mag je niet doen. En dan, als die uitvalt binnenkort, ja, dan blijft Bertus helemaal alleen. Dat zou het bestuur niet zo erg meer zitten. En dan wordt het toch wel heel kritiek. Hè? Thank you.
kwam als jochie, kwam ik in de Tichelkerk met mijn ouders, zondags. En zo leerde ik de kapucijnen kennen. Ik dacht, dat is wel wat voor mij. Hè? Die hadden dan zo'n aparte opleidingsschool, een soort gymnasium. Ben ik naartoe gegaan. En dan kom je dus daarna als 18-jarige jongen in het klooster. Zou je nou niet meer moeten doen, want men moet tegenwoordig veel meer van de wereld ervaren hebben om eigenlijk een gedegen keuze te kunnen maken. Toen was de maatschappij veel uniformer, hè? Ja, meer vaste kaders. Ja. Ja, was er wel erg gehecht. Ja, juist omdat het eigenlijk zo'n uitzonderlijk plekje is in de Jordaan. Hè. Andere kerken zijn misschien veel overdadiger, versierd enzovoort. Maar wij vonden deze kerk zo mooi omdat hij niet al te groot was. En eenvoud, hè. Dus rustig. Je kwam er echt tot rust. Ja, dat was ook zo. Dat was ook zo. Eigenlijke Jordaaners, kerks waren ze niet, hè. Zeker de mannen niet, maar ook veel vrouwen niet, maar wel altijd gelovig, in meerdere of mindere mate. En die hadden ook wel iets met ons. Ik zeg, waar andere geestelijke geleerd werden, dat ze zeiden, oh, daar heb ik niks mee te maken. Daar, werden wij altijd nogal binnengelaten, zo. Ook denk ik omdat wij een beetje ongekunsteld waren, zo. He, niet al te gecompliceerd, niet uit de hoogte, zo. Nou, binnenkort is het gedaan hiermee. Een tafel moet ergens heen, een klap moet ergens heen. Het is een leeg toestand eigenlijk. Hè. En een toestand die ook onzeker is. Elk moment kan er weer wat weggaan en zo zijn. En dat moet natuurlijk ook wel, anders kom je eenvoudig helemaal niet klaar. Maar het is een zeer onaangename tijd natuurlijk. Ja. Dus nu de peper- en zoutbussen, die natuurlijk eigenlijk de vuilnisbak in moeten, maar die hebben voor mij een emotionele waarde. Broeder Walt, die heeft dat jaren gebruikt. En dat was mijn dierbare broeder. Broeder Jan de Groen heeft ze daarna zoveel jaar gebruikt. En ik nu 14 jaar lang. En die mag ik meenemen als souvenir, zeg maar. Als aandenken. Aan de middenvloer die er kan verschijnen. Ik zet ze hier even neer, want de bel gaat. Een momentje alstublieft. Kijk, de naam heb ik er al opgezet, tussen de acht moesten blijven, hè. Je zet die mensen bij elkaar, je steelt hun verhalen. Zelf krijg je beschaving uit schuchterheid, verlegenheid, uit faalangst, uit angst, wat dan ook. Een boek is een heel andere ervaring. Je wist namens jezelf, er zijn allerlei figuren die in dat boek figureren. Ze zijn jouw familie. Ze komen altijd bij jou toe. Je praat elke dag met ze. Ze veranderen het boek, maar in feite ben jij degene die het boek aanzet is dat de dingen veranderen.
Dan. Dag Frans. Goedemorgen. Ik heb hele goede mensen bij me. Brabantse goed. Mensen. Goedendag. 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 Frans. Ja. Martin. Ja, ja. Heel ja. Hoop rommel, hè. Ja, ja. Hoop, maar dat zijn wij ook. Hè? Dat zijn wij ook. Dan komen we even kijken, Frans. Dit bureau, dat gaat wel niet mee. Die lamp gaat mee. Dit bureau neem je ook mee. En dit kastje neem je mee. Oké. Goed was dat. Ja hoor. Kijk, hier staat de bus. Wij komen even bij jou in de keiling dan kijken. Kun je er één op zeggen dat Anne van jou meemaakt? Alles. Ik heb met een doosje onder de arm binnengekomen en nou zie ik aan de schouders. We mochten vijf dingen meebrengen. Een bijbel, een tandenwortel, een schaartje, een 100 gulden bijbel. Hoe is Nico? Nico. Ik heb het tegen mij maar niet vaak gezegd, ik geloof wat je zegt. Ach, hier. Wij maken wel eens mee dat jonge mensen denken kapucijn te moeten worden. Terwijl een objectieve beoordelaar zegt, daar zul je nooit je geluk in kunnen vinden. Je moet het beslist niet worden. Ik was 22 jaar toen ik mijn blijvende verbintenis aflegde. Dat is dus voor deze huidige tijd is dat veel te jong. Allerlei ideeën en invloeden en, komen op je af. Een jonge mens heeft veel meer tijd nodig om zich daarin geheel echtelijk op zijn gemak te voelen. Het is heel goed dat een jonge mens die tegenwoordig tot ons komt, bijvoorbeeld eens een keer goed verliefd geweest is. Dat is heel goed dat hij weet. Dat hij weet wat hij dus eigenlijk wil afstand van doen. Laat hem dat maar eens goed ervaren, om dan een rijpe beslissing te kunnen nemen. Wil ik dat eigenlijk wel? Want het is heel akelig als je eenmaal je verbonden hebt en je komt dan pas tot het idee, ja, ik heb dat eigenlijk zo niet zo goed gerealiseerd. Dat is veel akeliger. Ze hebben wel in deze gisteren. En door daar de sleutels van de kerk. Dat was vroeger een sleutel. Dat was het. Ik kan hem wel eens een paar proberen. Als een volledige proces. Of dat het dan veranderde was, is ik. Gaan we daar nog eens proberen? Nee. Hier weet ik werkelijk niks van. Wat dit allemaal is. Dan zal er op het dak een ladder liggen. Het is denk ik ook niet erg in de geest van onze tegenwoordige maatschappij om je voor heel je leven aan iets te binden. Als je ziet hoe mensen vaak van baan veranderen, dat ze bijvoorbeeld geneigd zijn te zeggen, ben je nu al 10 jaar bij die baas? Nou, dan wordt het onderhoud wel eens hoog tijd dat je eens een keer een beetje carrière maakt en iets anders gaat proberen. Hè? Ja. Dit is die orgelkast, daar kun je in hebben. Of zij. Het is ook voor die orgelkast. Als je ook al ziet, hè, hoe spijtig ook, hoeveel huwelijken mislukken. Hè? Dus een binding voor heel het leven is in de tegenwoordige maatschappij geen geringe zaak. Nou. Natuurlijk ook zo dwaas zijn als je
zou zeggen, ik moet nou een leven hebben zonder teleurstelling. Dat heeft niemand. En je hebt dingen die je los moet laten. Als je oud wordt, zijn er een boel dingen die je vroeger kon. En waar je nu van moet constateren, ja, gaat niet meer. Als je ziek wordt, dan merk je dat heel intensief. Als je getrouwd bent en je verliest je man of je vrouw, je moet pijnlijk loslaten. Of je verliest een kind, je moet nog pijnlijker loslaten. Dus bij het leven hoort, ja, heel erg vaak, of eigenlijk wezenlijk, loslaten. Ja, nou, niet zo natuurlijk. Ik denk dat je daarin, denk ik ook, de echtheid van je opzet, die je gekozen hebt, bewijst. Hè? Als je, ja, dat loslaten wat bij het leven onvermijdelijk bij hoort, als je dat op een goede manier kunt doen, op een gelovige manier kunt doen.